Een goeiemorgen. We staan hier aan de ingang van Groen Antwerpen. En met Groene Senioren TV proberen we toch een aantal eerste reacties op te bekken. Het zal een hele tocht worden. Doel sluiten, dessel sluiten. We hebben het al voor minder gedaan. Dankjewel. Ik kom mee betogentje. Betogen? Ja, actie voor u. Tegen nog eens de zoveelste keer de kernreactoren. Ik ben bang. Ik woon op Linkeroever, dus ik ben mee van de eerste slachtoffers. Maar ik denk dat dat voor iedereen in Antwerpen een even groot gevaar is. Ja, maar angst, is dat waar? Ja, ik heb angst in die zin niet zozeer meer voor mij. Maar voor mijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wat gaan wij voor wereld achterlaten? Daar ben ik bang voor. Wat is uw motief? Mijn motief is dat ik de groep kan volgen natuurlijk en tegelijkertijd actie voeren. En ik volg de groep omdat ik uiteindelijk verslag uitbreng over de activiteit. Uiteraard een actie die moet ergens weerklank hebben en daar zorgen we zelf ook voor een stuk voor. Door een artikel op de website te plaatsen. En misschien ook achteraf, dus ook in ons kwartaalblad, Zilverblad, om daar ook over te rapporteren. Zilverblad is het blad van Groen Plus, waarin dat we eigen standpunten benadrukken, dus binnen Groen, standpunten van ouderen. En deze actie past daar perfect in? Die past er inderdaad perfect in, hè, want het is dus niet enkel artikels die mensen kunnen interesseren, maar evengoed dus opvolging van activiteiten, aankondiging van activiteiten. Dus daar is zeker plaats voor. Van harte welkom, bedankt. Dank u. Dat wij dringend moeten opkomen met tegen kernenergie en tegen al de gevaarlijke dingen die daar rondom gebeuren zijn. En dat we dringend mensen moeten aanzetten om de andere mogelijkheden te gaan exploiteren, want we maken daar echt geen werk van. Kunnen we echt zonder kernenergie, denk je? Ik denk het wel. Als je ziet dat in Duitsland, in Mecklenburg-Vorpommern, men dat kan voor 2 miljoen inwoners zonder procent groene energie leveren en zelfs nog groene energie gaan uitvoeren, waarom zou wij het niet kunnen? En waarom ga je mee? Ja, omdat ik vind dus dat de toekomst veel minder kernenergie moet zijn voor onze kleinkinderen en dat er veel meer alternatieve bronnen zijn die dus zeker zo goed bruikbaar zijn. Men zegt dat die alternatieve bronnen niet voldoende voorhanden zijn. Klopt dat? Dat kan zijn, maar je ziet toch hier en daar initiatieven ontstaan van 5 of 6 windmolens. Dus ik denk dat dat mogelijk is met de tijd, dat het wel nog plaats genoeg is om die windmolens te plaatsen in Vlaanderen. Wat kom je doen? Ik kom vandaag actie voeren tegen de kerncentrales en de kern, tegen het energiebeleid. Omdat wij vinden dat heel belangrijk en we vinden dat het beleid op dat vlak totaal niet juist is zoals het nu geleid wordt. En wij vinden dat er eindelijk en heel vlug werk moet gemaakt worden van alternatieve energiebronnen. Wij vinden dat heel hoog tijd. Klopt dat? Ik ben het daar helemaal mee eens. Men zegt dat er geen alternatieven zijn. Er zijn uiteraard alternatieven. Dus je hebt windmolens, je hebt ook de zonnestellen en zo verder. Die, als we nu alle daken al eens vol liggen, dan hebben we toch al veel energie. Hè? En vooral de wind, dus, de windenergie. De wind, hè? Ja, er moeten heel veel windmolens komen. Kortom, groene energie is de toekomst. Ja, absoluut. Ja. Bedankt. Dag. Komt dus mee actie voeren, hè? Ja. Kijk. Waarom? Ik vond het toch wel belangrijk, hè. Kernenergie en zo. Het is zo een beetje op de achtergrond geraakt. Ja. Door de nieuwe regering waarschijnlijk. Hij vindt het dat terug meer op de politieke agenda moet komen? Ja, dat is toch wel belangrijk. Ik vind dat nu in naam van de besparingen en zo, dat ze dan even terug de kerncentrales opstarten, dat vind ik een verkeerd signaal. Oké, bedankt. Van harte welkom. Ja, ik ben medeoprichter van Agelef, de lijsttrekker geweest in 1977 en 1978. En een derde keer had de peilingen uitwezen, allee, hoe noemen ze dat? Als ze enquêtes doen, hè? Dat er de eerste ging gekozen worden, dan zijn ik list gaan staan. En dat is door mijn vrienden en familie enorm kwalijk genomen.
Want dan had ik gekozen geweest. Maar ik had een goede vervangster en dat was Mariette van Paanbroek. Hè. Dus je hebt heel die geschiedenis tot en met de eerste verkiezingen van Ludo Dirks en Mariette meegemaakt. Op de eerste lijn. Op de eerste lijn, inderdaad. Ja, voor mij is het enigste beroep waar je niks voor moet kennen. Want als ik de derde keer blijf staan, dan ben ik gekozen en ik heb tot mijn 14 jaar naar school geweest. Maar toch, zoveel jaren later sta je terug. Waarom? Waarom? Omdat ik, en dat is eigenlijk een publiek geheim, ze denken van mij dat ik me minder laat zien bij Groen, omdat ik een beetje ongelukkig ben als ze de naam veranderd hebben. Maar ik zal altijd voor Groen blijven kiezen. Ik zal nooit overlopen. Dus. En dat is de reden. Ze hebben mij hier gevraagd nu om te gidsen naar Doel. En wij hebben al met de Groen Fietsers in 1974 al gaan betogen tegen de eerste kerncentrales in Doel. Huh? Ja, natuurlijk. Ik heb gisteren naar de receptie geweest in Capelle van de CVP, hè, zal ik het maar zeggen. En ik heb een brief overhandigd aan de voorzitter, Wouter Beke. En dat gaat over kernenergie en voor hernieuwbare energie, natuurlijk. Maar ze zullen wel niet anders kunnen. Het is ook dringend nodig. Hè. Je mag niet vergeten dat eigenlijk enorm veel kost. Hè. Ja, als nu de hernieuwbare energie zoveel zou krijgen wat destijds hè, van de overheid, van ons belastingsgeld, die kerncentrales hebben gekregen, dan zouden we al lang uit de misere zijn. Voel ik hier een beetje de kracht van de overtuiging? Ja, ik heb al makkelijk de naam gekregen dat ik overal tegen was. En dan zeg ik, nee, dat is niet waar, ik ben voor. Hè. Je zei tegen windmolens, je vecht tegen windmolens. En dan zeg ik altijd, ja, maar nee, ik vecht voor windmolens. Hè, dat is een groot verschil. Hè. Dus ik had zo een beetje de naam van dat ik tegen was, maar ik heb dat nu omgeswitcht. Hè. Goedemorgen. Waarom kom je? Voor die betoging. Voor wat anders. Maar wat is uw motief? Want ja, wat is uw motief? Het herhaalt zich. He. We hebben dat vroeger ook al gedaan. He. En dat herbegint terug. He. En je vindt het nodig? Natuurlijk. Anders zou ik hier niet staan. He. Dus je blijft gemotiveerd tegen kernenergie. Dat is correct. Oké, van harte welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, dag Paul. Wat komen we hier in feite doen? Voor mij is dat een lange geschiedenis, Luc. In 1979 was ik verantwoordelijk uitgever van dat fiche Doelbewust Stoppen. De grootste milieubetoging die er ooit in België geweest is. 25 mensen die naar het doel gegaan zijn. In 1973 hebben wij actiekern en vax opgericht. En is dan zo verder gegaan en wij dachten op een bepaald moment dat het gedaan ging zijn met de kernenergie, maar er is dan toch een tegenbeweging gekomen, de macht van het geld allicht. En er is wel wat ontgoocheling, maar dat is in alle opzichten. Hè. Dat is in zaken het fietsbeleid, dat is in zaken de wegwerpverpakking, hè, waar nu een eiland zo groot is als Portugal, Spanje, Frankrijk en Duitsland samen in de Stille Oceaan. Hè, drijvend plastic. Dus het is allemaal ontgoochelend voor mensen die. Maar ja, we hebben toch samen zeg maar 30 jaar engagement, 40 jaar engagement. Waar staan we vandaag? Er zijn oplossingen, maar ik moet altijd maar verwijzen naar het boek van Etienne Vermeersch, De Ogen van de Panda. Tegen dat systeem, dat kapitalistisch systeem, die economie. Daar is bijna niets tegen bestand. En blijkt dat momenteel bijvoorbeeld in China de toestand zo uit de hand aan het lopen is dat die ons dat die beginnen te wedijveren met het Westen. Dus toch zeg je, vandaag ga ik toch betogen tegen beter weten in. Nee, het moet. En er zijn meer en meer overtuigde mensen, hè, Luc, dat is een gegeven.
Maar de tegenbeweging, die beschikt over de kapitalen, die kan informeren. In, ja, 40 jaar geleden informeerde men de mensen dat hun was ophangen in de tuin, dat dat een ernstige vorm van vervuiling was. Nu begint dat te kenteren, maar we zien dat Electrabel en consorten toch nog altijd een enorme macht vertegenwoordigen. En dat dat internationaal geworden is, nog veel meer dan vroeger. Maar we moeten voort blijven doen en vroeg of laat gaat men het wel inzien. Hè. Maar ik vind ook, de zonne-energie heeft een enorm opgang gemaakt, maar op een bepaald moment zijn die mensen culpabiliseerd. Hè. Heeft men laten uitschijnen dat die op de rug van de anderen heel veel geld wegkaapte. Terwijl men voor al die gelden die voor de kernenergie in de toekomst gaan moeten aangewend worden, dat daar gewoon nog geen oplossing voor is. Ik kom een beetje meerijden met de mensen die naar de kerncentrales gaan en een beetje toelichting geven bij hoe dat groen het anders zou kunnen doen. Ik heb hier met heel wat mensen gesproken die al vele, vele jaren op hun teller hebben. Uiteindelijk is dit een verhaal. Na 30 jaar actie voeren staan we nergens. Klopt dit? Ja, de indruk is inderdaad dat we terug een stap achteruit gezet hebben. Het is weer helemaal niet meer duidelijk of dat wat de regering wil doen. Gaan we nu inderdaad de kerncentrales sluiten en echt een energieplan op tafel leggen met een duurzaam energiesysteem dat ook kostenefficiënter is, dat beter is voor het klimaat en dat ook stabieler is. Maar ja, dus het is inderdaad, we hebben heel dringend nodig aan een energiepact, aan een duidelijke lange termijnvisie. En ja, het is wachten op de regering die het blijkbaar nog allemaal moet... waar dat er toch blijkbaar geen eensgezindheid is tussen de regeringspartijen. Maar de regering, er zijn al zoveel regeringen geweest. En ja, we spreken wel over 40 jaar actie voeren tegen kernenergie. Ja. Nu, de wet op de kernuitstap is beslist geworden al veel jaar geleden. Het probleem is... Wanneer was dat juist? 2003 geloof ik, als ik me niet vergis. Dus er had al lang een alternatief energieplan op tafel moeten liggen. Maar inderdaad, de regeringen hebben er geen werk van gemaakt. En we zitten nu terug te kijken. Onduidelijk over waar gaan we nu naartoe gaan. Dat is een beetje een stuurloos schip, terwijl dat we echt nood hebben aan een duidelijk... Het heeft ook zoveel kansen. Er is een omslag maken naar een duurzaam energiesysteem. Het heeft ongelooflijk veel kansen. Maar is er een alternatief? Want we horen vaak zeggen, er is geen alternatief. Ja, dat heeft helaas de minister van Energie zelf op een bepaald moment gezegd. Maar ze is daar ook op teruggefloten door aan de regeringspartijen. Er is natuurlijk een alternatief. Het gaat over... willen, het gaat over politieke wil, technisch en het is allemaal mogelijk. Het is ook kostenefficiënter, het creëert meer jobs. Het is eigenlijk merkwaardig dat men die stap niet eindelijk echt zet. Duitsland bewijst het, Denemarken bewijst het. Het kan dus anders. Het kan absoluut anders, ja. Bedankt. Ja, het is heel belangrijk dat mijn kleinkinderen dat probleem van die kernenergie wat kleiner voorgeschoteld krijgen. We hebben natuurlijk een heel pak afval en daar zullen ze voorzichtig mee moeten omspringen. Maar we moeten absoluut ervoor zorgen dat dat niet groter wordt. Twee, we moeten zorgen dat er geen extra geld gaat om die kerncentrales nog langer open te houden. We moeten dat geld gebruiken om duurzame energie te produceren. Ja, maar sommige mensen zijn al 40 jaar, Fons, Pol, al 40 jaar tegen kernenergie bezig. Waar staan we vandaag? Waar staan we vandaag? Ja, een stapje verder, dankzij Duitsland, die geven het goede voorbeeld. Sluiting van de kerncentrales en overheidsmiddelen en middelen uit de gemeenschap gebruiken om op duurzame manier energie te produceren. Op het ogenblik meer dan een kwart. Je vindt het belangrijk om toch verder politieke actie te voeren? Ja, natuurlijk, omdat het...
die duurzame energie heeft echt letterlijk de wind in de zeilen. Vooral die windenergie, dan ook de zonnepanelen, die zijn de laatste jaren zeer efficiënt geworden. Wereldwijd zien we een serieuze toename, waar we aan de andere kant zien dat waar men toch nog probeert om kerncentrales te bouwen, Finland bijvoorbeeld, dat ongelooflijk veel kost. En dat is dus, ook als je het niet ecologisch beschouwt, maar als je het gewoon economisch bekijkt, dan is het een grote dwaasheid. Hè? Maar even iets anders, jij bent een voorman van de Groene Senioren. Hoe kijk je naar het succes van deze actie? Ah ja, het doet me veel plezier dat zoveel oud-strijders, zal ik maar zeggen, er aan houden om naar hier te komen. Er zijn hier zelfs mensen uit de kust aanwezig. Hè. Dus dat engagement, die inzet, die wil om onze volgende generaties daarmee niet op te zadelen met die afval, die is wel heel groot. En dat is... Het gaat inderdaad over de volgende generaties, hè? Ja, natuurlijk, ja, want de alveringstijd van die afval, dat is voor het echt zwaar nucleair afval, dat is zeer lang. 300.000 jaar, de langste eer, 300.000 jaar blijft die dodelijk. En ja, de piramiden, die zijn 5.000 jaar oud, dus dat is, we kunnen ons dat niet voorstellen hoe dat de gemeenschap er dan zal uitzien, hè. Beste mensen van Groen Plus, ik vind het fantastisch dat jullie hier vandaag met zoveel gekomen zijn om de kerncentrale van Doel symbolisch te sluiten. Ik denk dat het nu al meer dan 50 jaar geleden is dat de eerste vragen gesteld werden bij de kernenergie. 15 jaar geleden werd er dan een kernuitstap beslist. En intussen horen we niet anders dan verhalen over kernscheurtjes en lekkende vaten. Maar onze regering heeft beslist om de kerncentrales nog 10 jaar verder open te houden. Onbegrijpelijk, en intussen is er veel tijd en geld verspild die evengoed naar hernieuwbare energie had kunnen gaan. Dus ik vind het fantastisch dat jullie hier staan om daartegen te protesteren. En hopelijk kunnen we onze regering nog van gedachten doen veranderen, want dit is werkelijk ontoelaatbaar. Dat men beslist om oude centrales nog 10 jaar langer open te houden.
Dank voor jullie protest. Aansluitend bij Ingrid wil ik zeggen dat in deze tijden van terrorisme er ook een heel groot gevaar schuilt hier. Hè. Veiligheidsmaatregelen die kunnen niet waterdicht zijn. Er moet maar één gek zijn die hier iets mee doet. En dan zijn er meer dan 1 miljoen mensen in deze wijde Antwerpse omgeving serieus bedreigd. Ook dat is een belangrijke reden, denk ik, om die kernuitstap niet langer uit te stellen om daar werk van te maken. Hugo. De volgende 30 jaar. Ja, is het gecontamineerd. Galina van de Bril gaat ook een woordje zeggen. En Galina die heeft op korte afstand, zoals ze daarnet al gezegd heeft, maar misschien dat niet iedereen het gehoord heeft, die heeft Tsjernobyl op enkele tientallen kilometers meegemaakt. Persoonlijk heb ik ook, toen ik in Moskou was, Tsjernobyl kunnen bezoeken in de jaren 90. En die enorme verlatenheid daar gezien. Dat zijn vele, vele kilometers die onbruikbaar zijn voor menselijk gebruik. Waar toch wel dieren nog rondlopen die dan misvormd zijn. Waar ook veel kinderen misvormd zijn. Maar Galina gaat daar ook een woordje maar, over zeggen. Mag ik zonder... Zonder? Maar dan gaan ze u niet verstaan. Ja, niet. Ja, dat kan verstaan. Ik wil tonen een map van Oekraïne. En in die regio is nu oorlog. Die oranje regio. Maar is gevaar van kerncentrale nog dat hier in de buurt, dat is 200, 300 kilometer, is de grootste kerncentrale van Europa, Zaporizhia kerncentrale. En die terroristen, separatisten, met hulp van Rusland, ze willen pakken die regio van Zuid-Oost en dan Zuid-Oekraïne, waar zijn twee kerncentralen, die grootste Zaporizhia en die kleinere beetje Južno-Ukrajinske, Zuid-Ukrajinske kerncentrale. In Zaporizhia er is twee ongelukken vorig jaar geweest. En laatste, 4 december, half Oekraïne zat zonder elektriciteit. Maar mijn broer woont in die regio Donetsk. En hij zegt over die mensen, dat zijn apen met wapen. Wat is zaterdag gebeurd? Ze hebben slecht berekend en die raketten gevuurd naar Mariupol. Dat kan hetzelfde gebeuren werden. We moeten wachten niet alleen hier dicht te sluiten, maar zelfs in ganse Europa iets alternatief zoeken en die kerncentrale te sluiten. Luc, Ingrid nog. Ingrid. Ja, ik zou nog even willen wijzen op twee veiligheidsproblemen. Eén, het kernafval, tot op heden weet men niet hoe men dat moet bergen. En ten tweede, als er iets gebeurt met de kerncentrale, en daar heeft Greenpeace onlangs toch op gewezen, komen er ontzettend veel problemen voor de ontruiming van een wijde cirkel rond Antwerpen. Dus dat zijn twee problemen nog die toch eigenlijk onoverkomelijk zijn. En waarmee onze beleidsvoerders, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ons allen, rekening mee moeten houden. Zeker in het licht van de toekomst voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Zeg Ingrid, waarom ben ik straks naar Dessel gaan? Mij te laten vastmaken, omdat ik woon op Linkeroever, dat is dus binnen de 10 kilometer. Ik woon hier op Linkeroever binnen de 10 kilometer. Dat is de reden waarom ik mij ook kandidaat heb gesteld om mij hier vast te maken. Want ik ben mee van de eerste die bedreigd wordt. En wat doet men? Men deelt zo wat van die jodiumtabletjes uit via de apotheker. En dan is alles opgelost. Ja, geldig. Wat gaat er kapot ook? Thank you.
Nu, er is mij gevraagd om toe te lichten wat een groene burgemeester zoal onderscheidt. Hè. En ik moet daar direct op zeggen dat het eigenlijk vooral een groen bestuur is dat zich onderscheidt. Waarom? Wij werken in eerste plaats als een team, waarvan de burgemeester uiteraard in de eerste plaats het gezicht is. Maar wij zijn met 3 schepenen hier, 9 gemeenteraadsleden, op de 25 verkozen, de 25 raadsleden. En ik denk dat dat nog steeds uniek is in Vlaanderen. En wij proberen dat uiteraard zo te houden. Nu, we hebben weliswaar geen volstrekte meerderheid, maar, en er zijn ongetwijfeld ook betere of andere partners te vinden dan CD&V, onze huidige coalitiepartner. Maar desalniettemin, het lukt wel en we kunnen toch zeggen dat we onze stempel kunnen drukken binnen dit bestuur. Nu, op welke manier doen we dat? En ik heb hier een en ander opgesomd. Ik ga dat voorlezen, want het is eigenlijk wel een hele boterham. En ik begin graag met het ecologische aspect uiteraard. En dat vertaalt zich vooral in het promoten van het openbaar vervoer dat wij doen in deze gemeente. Op jaarbasis besteden wij momenteel iets minder dan 800.000 euro aan het derde betalersysteem aan de lijn. Dus dat wil zeggen dat wij kinderen tot 12 jaar gratis laten rijden, dat we de leeftijdsgroep 60-65 gratis laten rijden en dat we de abonnementen daartussenin, dus van 12 tot 60, dat we 75% van een omni- of een busiepas betalen. Dus, of zelfs uit te breiden. Hoe dat zal gebeuren kan ik nu nog niet zeggen, want dat zou voorbarig zijn. Maar morgen nog komt er iemand van de lijn langs om te zien of we daar toch een oplossing aan kunnen bieden. We hebben los van de lijn, dus los van de tram, hebben we ook nog een station hier in Zwijndrecht. Dat is weliswaar niet zo heel veel niet meer gebruikt, want de trein stopt maar 1 keer per uur. Maar toch willen we die stationsomgeving volledig hertekenen, willen we daar een mooie omgeving van maken, zodanig dat hopelijk ook NMBS meegaat in dat verhaal. We hebben al ellenlange besprekingen, zowel met Infrabel als met de mensen van de NMBS achter de rug, maar erg soepel van die kant zijn ze spijtig genoeg niet, om niet te zeggen helemaal niet soepel. Dus, elke euro die ze moeten betalen, krijgen we een niet op het request. En spijtig, maar we zullen het uiteindelijk zelf moeten betalen. We mogen wel gebruik maken van de vroegere los- en laadkade hier, in de nabijheid van het station, om wij ze dan herin te richten weliswaar en een fraaier uitzicht te geven. Dus wij hebben geopteerd om eerst de 3 basisscholen die we op ons grondgebied hebben, om die zo verkeersveilig mogelijk te maken en ook zo gezond mogelijk te maken. Zodat dat auto's uit die straten geweerd worden. Hoe doen we dat? Een beetje naar het voorbeeld van Gent. Hè? Door bij de begin- en einduren van de school de straat gewoon af te sluiten. We hebben de ene straat hebben we een fietsstraat van gemaakt, we hebben de richting veranderd. De andere straat was iets makkelijker als een doodlopende straat, dus daar werken we ook met daarafsluitingen op het moment dat de school begint of eindigt. Actie doen rond Kernenergy vandaag en dat we dan samen allemaal een fotootje nemen buiten. Hè, dat we een beetje het onderscheid maken tussen de ontmoeting met de mensen van het studiecentrum, ook in dialoog treden, ook een stukje onze uitgestoken hand formuleren naar de toekomst toe. En dan buiten nog een actiefoto nemen nadien. En dan denk ik dat we eigenlijk 2 doelstellingen in 1 namiddag combineren. En wat we juist voorstellen, dat zal ik ineens binnen doen met de mensen van het Vries. Maar in elk geval een dikke merci om een hele dag in weer en wind actie te voeren rond. En heel belangrijk. Ja, jullie worden salonveeger, dat is waar. Ja, er zijn verschillende mensen die dat. Ik zal dat binnen doen, wat er hier is. Ja. En wat wij voorstellen als Groen om daar in de toekomst te komen. Heel klaar. Moet je daar doen? Nee. Ik denk dat we hier gezellig zijn. Dat is wel goed.
tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out, brushed the snow away so it wouldn't die. We zijn hier aan de Boerentang. Dat is eigenlijk een naam van een stuk van Dessel, waar eigenlijk de zitten van het atoomgedeelte eigenlijk, van de nucleaire toestanden allemaal bij elkaar zitten hier rond. En achter ons zit hier een stuk van Belgoprol 6. En die mensen die zijn in de jaren 60, 70 al begonnen met afvalverwerking, opslag en zo ook. En, dus eigenlijk alle afvalverwerking. Maar het probleem is eigenlijk waar de gemeenschap, de mensen van Mol zich druk over maken, is dat eigenlijk hier nu een aanlegkade gemaakt is hier. En daarachter ook de nodige bunkers, onderaardse bunkers, met bovenliggende koepels ook wel gedeeltelijk. Maar die dienen ook voor een stuk opslag van afval dat van andere plaatsen komt. Van een andere plaats, wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, daar wordt gesproken van Frankrijk. Daar wordt gesproken van. Dat is eigenlijk een klein beetje een vraagteken, maar in alle geval, het is een beetje, denk ik, de bedoeling van de algemeen eigenlijk een nucleair overeenkomst te maken. Kortom, dat is een beetje internationaal stort, of zeg ik dat te hard? Nee. Het is dus allemaal wel heel professioneel gemaakt. Maar ik bedoel, maar het komt eigenlijk allemaal hier in de camp een beetje bij elkaar. Het afval die komt, gaat die terug weg of blijft die hier? Ja, dat is de vraag. De bedoeling is dat voor ze heel lang, voor lang mogelijk op te slaan. En veilig op te slaan, volgens hun normen. En dat zal ook misschien voor een stuk zo wel zijn. Maar waar de bevolking zich hier een klein beetje druk over maakt, is eigenlijk wel dat het hier allemaal aankomt. A white sport coat and a pink.